Hallo lieve Krijft, welkom bij jullie maandreading van mei 2024. We gaan vandaag samen kijken wat er naar voren mag komen. Voel even in je energie aan welke tijdlijn van jou is. Neem alleen het stukje wat van toepassing is en laat de rest lekker los. Zoals je ziet heb ik al wat orakelkaarten geshuffeld. Dit heb ik gedaan omdat ik dan iets meer tijd op beeld heb. Wat ik dan niet hoef te spenderen aan het shuffelen van de kaarten. Dus we gaan gewoon beginnen. We hebben als eerste Goddess of the Moon. Nu is maan ook wel gerelateerd aan kreeft- en vissen-energie. Dus dat komt ook wel een beetje in de richting van jouw eigen energie natuurlijk. We hebben de wereldkaart. Oké, dat is mooi. Wereldkaart zijn natuurlijk voor die voltooiing. Maar maakt ook weer kaart 11. 11 is natuurlijk ook weer een engelengetal. Waarbij ook nieuwe boodschappen door kunnen komen. Stabiliteit. Denk ook aan 11-11 dat je dat misschien de komende tijd meer gaat zien. Dan hebben we Summer, Bask, Enjoy and Light. Hele mooie kaart. En we hebben tijd voor verandering. Er komt een dag in je leven waarop je beseft dat je nooit verder zult komen als je vast blijft zitten en stil blijft staan. Nu is kreeft natuurlijk best wel een energiestroom van een beetje een huismus idee. Als iets goed is, dan blijf je ook in die energie op plek hangen. En nu mag het dus meer zijn dat je ook iets verder buiten jezelf gaat kijken. Een werkbijtje is natuurlijk ook wel een bijtje die weer terug gaat komen naar het thuisfront. Goed in zijn energie zit qua hard willen werken, eraan willen blijven werken. En dat is wat ik hier ook voel bij jullie lieve kreeft. Het stukje van alleen maar doorgaan voor anderen mag nu ook veranderd worden dat je ook je eigen pad in mag gaan zetten. Maar we gaan gewoon even met de tarot verder kijken. Ik pak de Lightseers tarot erbij. Die komt er een beetje dwars uit. Mag ik een verklaring bij de page van bekers? De voelkaart, oké. Okay. Voelkaart komt op kop. Oké. Wat weerhoudt jou, lieve kreeft? Oh, dat zijn er echt wel veel te veel. Goed blijven gronden. Belangrijk stukje voor aankomende periode voor jullie, lieve kreeft. Nu hebben we ook best wel wat intensiteit gehad. Met de Schumann-resonantie. En dat was ergens rond de 20ste of zo, of 18e, dat het heel extreem was in april. Daarna ook nog wel wat piekjes gehad. Maar het voelt voor mij dat er nog meer gaat komen. Je bent natuurlijk een waterelement. En een waterelement is nu eenmaal ook wat kwetsbaarder op het emotionele vlak. Maar ook uit je schulp treden is een kwetsbaarder stukje. We krijgen hier namelijk de page van bekers. In combinatie met de voelkaart op kop. Dus je bent ergens heel erg behoedzaam voor om nieuwe stappen te zetten. Terwijl hier duidelijk aangeeft het is tijd voor verandering. Maar er zit een bepaald angststukje wat jou nog tegenhoudt. En dat kan ook zijn omdat jij nog niet het gevoel hebt dat het nieuwe pad er al ligt. Vooral omdat je hier op de steiger staat. En buitenom die steiger heb je natuurlijk het waterstukje weer. Is ook alweer het stukje door emoties heen gaan. Nu krijgen we daarbij ook nog de 5 van zwaarden, de 4 van bekers en de 3 van staven. Veel energie stromen door elkaar, dus af en toe weer in je hoofd zitten, dan weer in je emoties. Dan heb je weer het gevoel van ik wil weer vooruit en laat maar komen. Terwijl in jouw energetisch veld heel erg sterk voelbaar is dat het allemaal aan het stromen is. Het is alleen aan jou om ook daadwerkelijk nu de stappen te gaan zetten. Dan krijg je de 4 van staven, dus het stukje weer het leven gaan vieren, nieuwe inzichten krijgen, kan allemaal verwezenlijk worden. Ik leg deze even hier neer, want ze horen er allemaal bij, hoor ik. Als dit verwezenlijkt is, de 4 van zwaarden, dan krijg je die voltooiing en de wereldkaart. Oké. Okay.
We krijgen hier namelijk de aas van staven, we krijgen de 10 van munten en de 4 van staven. Het leven weer vieren, inzien van oké, je hebt heel veel werk verzet, je hebt heel veel insteek verricht om iets voor elkaar te krijgen, pijnstukken te transmitteren naar het licht. Maar wat weerhoudt jou? Waarom ga je weer in je hoofd zitten? Er wordt een nieuwe beker aangeboden, dus er worden nieuwe mogelijkheden aangeboden. Ook in combinatie met de 8 of de aas van staven kan het dus ook op het stukje werkgerelateerd vlak zijn. Waarbij jij dus meer vanuit je spirituele pad iets gaat ondernemen. Waarbij je de roots van jezelf gaat leren kennen. Waarbij jij weet van oké, dit voelt heel dicht bij mezelf en hier mag ik dan ook op anticiperen. Maar de wereldkaart krijgen we beduidend erbij voor de tweede keer. Dus het is een eye-opener die je eerder al hebt gehad, maar die je nog niet toe hebt gepast. Maar goed, we gaan eens even nog wat kaarten erbij pakken. Oké, wat mogen we als toevoeging hebben bij de page van bekers en de voelkaart op kop? Ah, kijk, dat is mooi. Dus eerst was je er nog niet aan toe en je bent eigenlijk het eerste kwartaal van 2024 zo hard aan de slag gegaan. April ben je nog door een bepaalde diepgang heen gegaan. En ik voel ook dat sterk de eclipse daarmee te maken heeft. Dat bepaalde roerigheid dus nodig is geweest om te ontkoppelen en ook een voltooiing te volbrengen. Waardoor dus oude karmische patronen doorbroken zijn, waardoor ook het stukje denken en misschien wel een beetje een negatief zelfbeeld qua energie eigenlijk weg gaat stromen. Oké, wat mogen we weten bij de 5 van de zwaarden? 2 van staven op kop. De kaarten die zitten gewoon rechtop in het dek. Dus het is wel zo dat... Kijk, we krijgen weer die 4 van bekers. Oké. Hier heb je het zicht nog niet op de beker. Hier zie je hem wel al in. En dat is een ander pad als waar jij eerst op zou gaan wandelen. Dus het is nu vanuit intuïtie een beslissing gaan nemen. Ga ik links of ga ik rechtsom? En als jij voelt alles in jouw systeem van oké, ik mag nu inderdaad, nu is het de tijd om die vervolgstappen te zetten of een nieuwe richting te bepalen, dan mag je dit ook in gaan zetten. En dan zul je ook merken van oké, ik ga steeds meer vanuit mijn innerlijk gevoel leven. Dit brengt een bepaalde stabiliteit met zich mee. Ik kan het ook weer van genieten. En het kan zijn dat je misschien op welk vlak dan ook iemand leert kennen die jouw inzichten geeft over welke verandering voor jou misschien wel haalbaar is, of iemand is ter inspiratie voor jou, of je krijgt een bepaalde droom door waarbij boodschappen binnenkomen, puzzelstukjes op zijn plek vallen. Dus er is veel aan de hand. Het is wel zo dat jij volgens je voetstap loopt, dat het dit nu wel weer even in zicht komt, wat eerder dus even misschien als minder gevoel was. Misschien ben je ergens mee bezig en had je eerst heel veel passie ergens voor. En is die passie een beetje afgezwakt. En ga je een nieuwe passie ontdekken wat je vanuit jouw gevoel wel weer voort wilt zetten. En dit gaat dus nu in zicht komen. Dus er gaat een ander pad ingezet worden. En dat andere pad heeft ermee te maken dat jij nu ook eerlijk gaat zijn naar jezelf van oké, inderdaad, ik ben nu misschien dit en dit aan het doen, maar ik haal daar niet mijn volledige plezier uit. Terwijl je het misschien doet, misschien heb je werk waar je helemaal niet zo op je plek zit. Waar je wel hard voor werkt, maar niet gezien wordt voor de persoon wie je bent. Dat je er misschien niet naar betaald krijgt voor de persoon wie je bent. Of voor het werk wat je levert. En hier ga je nu eerlijk in zijn. Hier ga jij nieuwe inzichten over krijgen. Wat voor sommigen ook kan zijn, is wat ik net al zei, hè, van het stukje boodschappen doorkrijgen door middel van iemand die een tip geeft of door middel van dromen. Maar kan het ook zijn dat je misschien een boek voor je neus krijgt waar je in gaat lezen of een artikel gaat lezen waarbij jij een bepaalde richting
gaat veranderen. Nu kan dit op vele facetten zijn, hè? Dus het is echt wel op eigen ontwikkelingsgroei die dus voort gaat zetten. En dit is nu nodig om ook weer nieuwe stappen te kunnen zetten voor jouw eigen ware potentieel. Nu krijg ik hier wel de lovers bij, beide drie van staven. Dus ben jij als single aan het kijken of zit je in een relatie, maar weet je niet helemaal waar je aan toe bent? Dan heb ik het eigenlijk een beetje over de gezonde relaties, hè? Want het gaat allemaal nu stromen vanuit jouw zielspad, jouw DNA-voetstap. En als je dat in gaat zien van oké, ik ben aan het herstellen geweest, ik ben daar lang mee bezig geweest, want je bent echt wel veel uit aan het zuiveren, de laatste periodes, jaren misschien wel. En dit zorgt er dus nu ook voor dat je ook op dat vlak weer open gaat staan en mag gaan ontvangen. De lovers wil totaal niet zeggen dat het pertinent op het romantische vlak is, waarbij het kan gaan connecten. Maar dat kan ook het leren ontvangen op platonische verhoudingen. Hè? Waarbij jij eerlijk durft uit te spreken, ik sta er zo in, dat je niet meer meepraat met anderen. Dat je echt die verandering in gaat zetten. En dat je dit ook door blijft voeren. Soms heb je gewoon een pad waar je op bent gestapt, misschien 10, 15 jaar geleden. Maar je bent zo zelf aan het groeien geweest door die herstel van karmische loepen. Of pijnstukken of trauma's om te verwerken. En dat je dan ook zoiets hebt van oké, ik heb nu eigenlijk al die bagage van me afgegooid. Ik voel me vrij. En wat verwarmt mij nu nog? Wat is mijn pad wat ik eigenlijk graag wil lopen? En niet aan die, want een bijtje is natuurlijk ook een harde werker, hè? Maar die blijft ook echt op de thuisbasis. Mits de koningin bij gaat verplaatsen, dan gaat hij of zij, ik weet niet of het een mannetje of een vrouwtje is, eigenlijk een bij. Geen idee, ik denk een mannetje dan. Een vrouwtje? Ik zou het niet weten. Ze kunnen natuurlijk ook voorplanten. Geen idee. Boeit ook even helemaal niet. Het gaat dan meer om dat jij elke keer passen bewandelt wat niet zozeer jouw pad is geweest. Hoe kan ik dat beste zeggen? Je hebt een periode waarbij jij je eigen prettig voelt in de situatie waarbij jij bezig bent. En je ziet daar succes in en je bent er dan ook goed in. Maar daarbuiten mag je ook op je eigen stabiliteit vertrouwen en je eigen kracht. Je bent dus niet afhankelijk van die koningin bij. Jij bent de koningin bij. Jij kunt jouw pas veranderen. Jij kunt jouw richting bepalen. Jij hebt de kwaliteiten in jou zitten. En als je dit nog niet hebt gezien, ga je de komende periode dit wel inzien. Dat er heel veel meer voor jou in het vat zit. En ga je licht dus verder buiten jezelf schijnen. Blijf niet in die besloten cirkel zitten. En nu is een kreeft natuurlijk ook best wel, ik wou zeggen, een beetje op zichzelf, hè? Een beetje teruggetrokken. Maar we krijgen de hermit op kop. Dus ze houdt van mij in van, hup, actie in de tent. Je bent nu druk bezig geweest. We krijgen de 8 van staven erbij. En nu mag het weer, ik zie dat het niet in beeld ligt. En nu mag het weer verder de wereld in gezonden worden. Je mag nu de communicatie weer hoog gaan brengen. Je krijgt boodschappen door, maar je gaat ook met anderen communiceren. En dit kan in de spiritwereld zijn en dit kan in het aardse deel zijn. Dus voor jou geldt ook dat het best wel uitgebreid kan gaan worden voor hetgeen wat je tot nu toe hebt gedaan. Nu is het ook zo, we gaan het voorjaar weer in, we gaan er weer op uit. Maar dit kan dus wel mogelijk worden. Ik pak er nog even wat kaarten bij de lovers. Voor degene die daarop intappen. Weer de aas van staven. Oké. Koning van staven. Oké. Er is iemand al eerder in jouw leven misschien geweest. Dit kan ook in het
energetische stukje zijn. Maar we hebben al 3 keer nu de bekers 4. En dat houdt voor mij in dat je nu voor de 3e keer een aanbieding gaat krijgen. 3 keer is scheepsrecht. Dus misschien heb je eerder mogelijkheden gezien, maar dat het toen niet het pad bleek te zijn waar je je prettig bij voelde. Of je was zo ver ontwikkeld alweer dat het niet meer bij je aansloot. En nu gaan er nieuwe mogelijkheden komen. En dat kan te maken hebben dat er dus iemand op je pad gaat komen waar jij een bepaalde connectie mee hebt. Wat voor mij heel erg sterk verbonden is met het financiële stukje. Maar ook een bepaalde stabiliteit. Misschien het stukje familiair. Het samenkomen van iemand waarbij jij een toekomst op wil gaan bouwen. Maar dat kan alleen als je daadwerkelijk ook in gaat zien van oké, de eerdere kansen zijn gewoon niet voor jou geweest. Dat laat ik los. En dan gaan er nieuwe mogelijkheden komen. En de persoon die hier dus op tafel ligt, voelt voor mij dat je die misschien kunt gaan leren kennen op het moment als jij gewoon lekker vrij en ongebonden misschien geniet van een festivalletje of met vriendinnen op pad bent, dat het dan in 1 keer die persoon voor je neus staat. Het hoeft niet pertinent met het romantische stukje te maken hebben. Het voelt voor mij ook dat er voor heel veel op een match kan komen op het stukje zakelijk, het stukje spirituele connectie. En spirituele connectie hoeft dus niet altijd het romantische stukje te zijn. Maar het voelt voor mij wel dat het iemand is waarmee jij kunt levelen, waarbij jij diepgaande gesprekken kunt voeren, waarbij je jezelf zou kunnen zijn, maar ook vooral gewaardeerd en gerespecteerd wordt voor de persoon die je bent. Dus lieve ziel, dat is een hele mooie reading al voor vandaag. Ik pak er nog een affirmatiekaartje bij als laatste. Ik richt me op wat goed voelt en waar ik blij van word. Nou, dat is precies eigenlijk waar we het over hebben. Hè? Het stukje geluk in jezelf weer. Je richting bepalen waar jij blij van wordt. Liefde in jezelf uitvergroten, dat je dus ook liefde kunt gaan leren ontvangen, in welke vorm dan ook. En dan gaat er een hele mooie meimaand voor jullie lieve kreeften komen. Dus lieve kreeft, mocht dit jouw reading zijn, laat vooral een berichtje of een like achter. En dan ben ik zometeen weer terug met een nieuwe reading voor een ander sterrenbeeld. Mocht je daar niet naartoe gaan kijken, of wat dan ook, dan zie ik je heel graag weer bij een volgende video. Doei doei!